Na een brainstormsessie ontstond Respect TV. Een serie waarbij jongeren en jongerenwerkers in Drenthe in gesprek gaan met verschillende mensen die met het onderwerp respect te maken hebben. Nou, sowieso het thema respect is denk ik in het algemeen heel belangrijk. Het fijne ervan is dat je vanuit heel veel verschillende invalshoeken kan bekijken. Hoe ga je met elkaar om? Hoe ga je met elkaar om op social media bijvoorbeeld? Maar ook in de sport, in de muziek. Nou, dat zijn thema's dat het jongeren wel aanspreekt. En daardoor dat ze toch wel vaak met je in gesprek kunnen. En ook wel vaak een mening over hebben. Wij bedenken iets. En we denken van dat is het mooi om aandacht aan te geven. En vervolgens is de kracht dat je dat samen met jongeren doet. Hè? Jongeren die helpen met het licht en geluid. Jongeren die als gastheer actief zijn. Maar ook jongeren die ons te woord staan in de opname zelf. Dus dat is die kracht. Kijk, je bent jongerenwerker, dus je wilt het graag met jongeren zelf doen. Nou ja, en dat is dit gewoon het perfecte voorbeeld van, denk ik. Vandaag schuift boerin Annemiek aan om haar ervaring met het thema respect te delen. Na haar deelname aan het programma Boer zoekt vrouw hadden heel veel mensen een mening over haar. Ik heb wel dingen over mezelf teruggehoord waarvan ik denk van nou, respectloos en dat is gewoon niet waar. Social media, het lijkt allemaal zo ver af en het is heel makkelijk, heel anoniem. Maar denk erover na wat je post, want je post het wel naar echte mensen. Dus ik denk dat dat wel de boodschap is die ik mee wil geven. Kars is een van de jongeren die vandaag helpt. Hij vindt het goed dat dit thema wordt besproken. In de media dan zeggen ze veel dat jongeren niet met veel respect omgaan naar ouderen, et cetera. Ja, ik weet niet. Ik vind dat ik denk dat sommige jongeren juist heel erg daarmee omgaan. Alleen dat er een klein groepje is wat dat niet echt is. Vanaf 9 november zijn de verschillende afleveringen van Respect TV te zien op de kanalen van Jongerenwerk Tinarlo.